Hey girls, wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Voor als je nieuw bent, hi, ik ben Noah. En zoals jullie kunnen zien aan de titel van de video doe ik de 75 hard. Vandaag is volgens mij dag 12 of zo. Anyways, als je zin hebt in deze video, doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet om te abonneren. En dan gaan we lekker beginnen. Ik ben namelijk nu net Premiere Pro aan het openen. Het is namelijk iets voor 8. Het is nu, ja, 2 voor 8. En ik werd vannacht wakker om te plassen. En toen bleek het 7:30 te zijn. Jullie beseffen niet de pijn die ik voelde. Ik dacht echt, oh, ik moet plassen. Oké, ik ga snel plassen en dan ga ik daarna weer slapen. Was het gewoon 7:30. En ik had mijn werk om 7:15 gezet. Dus ja, ik ga niet voor 3 kwartier nog slapen. Want dan word ik zo niet lekker wakker, zeg maar. Dus toen dacht ik, oké, nu ben ik wakker. Dus dat vond ik echt super kut. Ik vond het echt niet grappig. Maar ja, anyway, we zijn dus wakker. Ik ben toen naar beneden gegaan, want ik moest natuurlijk mijn water drinken. Want gisteren was best wel lastig, dus ik wilde vandaag iets makkelijker. Dus ik dacht, we beginnen gelijk de dag goed. Maar ja, toen dacht ik, als ik toch al beneden ben, dan kan ik beter maar gewoon gelijk mijn kwark en mijn aardbeien ook pakken. En mijn ijskoffie natuurlijk. En toen was de vaatwasser klaar, dus toen heb ik eerst de vaatwasser nog uitgeruimd. En ik had nog mijn shakebeker van gisteren, die heb ik nog schoongemaakt. En ik had even wat spullen naar de schuur gebracht. Dus ja, toen was het alweer 8 uur. Maar kijk, hier zo staan mijn chops. Ik heb lekker een ijskoffie met 150 gram aardbeien. En zoals jullie kunnen zien heb ik weer kwark. Natuurlijk. Maar zoals jullie kunnen zien is het geen witte kwark. Omdat ik heb weer die Flavin Tasty erin gedaan. Die cookies en cream smaak. Super lekker. Ik heb er echt zin in. Maar ik ga eerst mijn ijskoffie opdrinken. Want omdat die kwark nu door die Flavin Tasty zo zoet is, smaakt mijn koffie daarna bitter. Terwijl mijn koffie is heel zoet, want ik doe allemaal siroop erin. En dan ervaar ik dat niet eens, dus ik vind dat een beetje zonde. Dus ik ga eerst lekker mijn ijskoffie en mijn water opdrinken en dan komt die kwark straks wel. En ja, ik ga even lekker mijn video editen, want die moet over 6 uur online. Dat klinkt heel ver weg, maar dat voelt echt alsof het over 2 uur is. Dus ik moet wel een beetje opschieten, want het is best wel veel werk. En ja, ik zie jullie zometeen. Ik ga lekker mijn ijskoffie opdrinken. In plaats van karamelsiroop, wat ik normaal altijd doe, heb ik vandaag salty karamelsiroop gedaan. Dus ik heb er echt zoveel zin in. Ik kan niet wachten, ik moet echt nu in mijn mond stoppen. Nou, het is nu volgens mij 10:30 of zo. Iets over 10:30 misschien. En ik ga even met mijn moeder naar Lidl, want de koffie is op. En wij drinken altijd koffie van de Lidl. En dan kunnen we gelijk even kijken wat we vanavond eten. En ja, ik hou echt van Lidl uitjes. Dus ik wilde eigenlijk alleen gaan, maar ik dacht het is zo leuk als mama meegaat. En ik heb echt geen zin om een broek aan te doen. Ik haat broeken. Maar ja, anyways. Ja. Mijn video is geëdit en ingepland. Dus die kan vandaag lekker om 2 uur online. Ik moet alleen nog even een thumbnail maken. Maar ik heb de screenshot al. En ik heb de layout, zeg maar, van de tekst en zo heb ik ook al. Dus ik hoef alleen nog maar eventjes de foto te bewerken. Alleen mijn laptop werkt niet mee. Dus dat is echt super irritant. Maar ja, dat boeit niet. Dus ja, ik ga er nu vandoor. Ik zie er echt niet uit. En ik heb ook, zeg maar, gisteren mijn haar gewassen. En ik heb mijn haar nog niet eens gekamd. Dus dat is super mooi. En ja, ik hoop echt dat ik niemand tegenkom die ik ken. Want ik zie er echt niet uit. Die bril staat ook scheef op mijn hoofd. Ik ben echt, ik moet ook mijn wenkbrauwen verven. Dus ik hoop echt oprecht dat ik niemand tegenkom. Want ik vind het echt niet grappig. Oh, maar ik heb het koud. Dus wij gaan. En dan zie ik jullie zo. En ik heb nog steeds mijn 1/2 liter water niet op. Dus ik moet echt eventjes doordrinken. Oh mijn god, besef dat ik gewoon al 3 uur wakker ben. En ik heb letterlijk pas dit gedronken. Letterlijk, zien jullie het? Het is zo tanto weinig, het slaat echt nergens op. Dus ik moet gewoon even niet zo irritant doen en ik moet gewoon drinken. Maar ja, ik heb gewoon steeds geen zin. It is what it is. Ik ga nu even lekker naar Lidl en dan zie ik jullie denk ik daar. Ik zie er echt niet uit. Oh, ik vind het zo verschrikkelijk om naar buiten te gaan nu. Terwijl het slaat echt nergens op. Maar ja, ik heb even gewoon vibes. Lol, ik zit me echt aan te stellen. Oké, tot zo.
my god. Ik heb voor het eerst in mijn leven een groene smoothie. Hij is eigenlijk gewoon alsnog normaal. Want ik had zeg maar gewoon gedaan wat ik van de week ook had gedaan. Alleen ik heb er 50 gram spinazie in gedaan. En hij was eerst bruin. En toen kwam ik boven. Toen was ik het aan het drinken. En er zaten echt nog allemaal stukjes blaadjes in. Dus ik was al die blaadjes gewoon zo'n beetje aan het wegkouwen. En hij was ook warm. En ik dacht, gadverdamme. Toen dacht ik ook bij mezelf, ja, als ik hem op deze manier ga opdrinken, dan drink ik het nooit meer. Want dan heb ik echt een nare ervaring. En dan hoef ik het gewoon niet meer. Dus ik ben toch even terug gaan naar beneden om hem opnieuw te blenden. Maar die blender zat tot hier vol. Dus daarom dat ik gewoon maar had gepakt. Want ik deed die deksel dicht, toen ging die lekken. Dus ik had even opgedronken tot het maxstreepje. En toen ben ik hem opnieuw gaan blenden. En toen werd hij groen. Dus ik heb gewoon een groene smoothie. Oh my god, ik voel me helemaal healthy. Maar ja, eigenlijk is het gewoon dezelfde smoothie die ik normaal maak. Alleen zit er nu 50 gram spinazie in. Waar ik echt blij mee ben. En ik had echt de hele dag een beetje stress. Want ik dacht, hoe kan het nou dat ik zo laag in mijn proteïnedoel zit? Dat is helemaal, dat klopt niet. En want ik heb dan best wel wat dingetjes ook uitgepland en zo. En dat had ik gisteren al gedaan. En ik dacht de hele tijd, hoe kan dat nou dat ik nog zoveel moet? En ik ging even kijken en ik denk, ja, alles staat er wel in. Ben ik gewoon mijn kwark die ik vanochtend heb gegeten, ben ik gewoon vergeten erin te zetten. Maar in die kwark zit letterlijk 28 gram proteïne. Dus dat is fucking veel, want ik neem 100 op een dag. Dus dat is gewoon bijna 1/3. Nou, ik dacht echt, oh mijn hemel. Dus, ja. Dat was echt super dom. Maar, die staat er nu in. En nu hoef ik zeg maar met de dingen die ik heb uitgepland, hoef ik nog maar iets van 9 gram of zo. Dus nou ja, die haal ik wel ergens vandaan. Dat komt wel goed. En ik heb nu dan 50 gram groente. Dus dan moet ik vandaag nog 150 gram eten. En ik had zoveel zin, jongens, in patat met satésaus. Oh. Patatje oorlog, get in my belly. Echt, ik wil dat zo graag. Dus dat gaan we lekker eten. En ik neem er lekker 2 kaasvleetjes bij. En dan nemen we ook een salade erbij. Want dan kom ik wel ook aan mijn groenten. En mijn ouders eten een patatje stoofvlees. Maar ja, anyway. Dus ik ga alles halen. Want ik zit nu al, zeg maar, als ik dit op heb, heb ik genoeg fruit gegeten vandaag. Super fijn. Maar anyways, het is ondertussen 12:05. Het voelt echt alsof het al 3 uur is. Maar ja, ik heb ook eigenlijk nog niet echt heel veel gedaan. Ik heb ook pas 1 liter water op. Dus ik moet nog 3. Maar ja, het is wat het is. Maar ik ga nu even lekker lezen, want dan heb ik dat gehad. Ik hoop gewoon dat ik vanavond eigenlijk even misschien een film kan kijken. En gewoon kan chillen. Ik zei trouwens gisteren dat ik Echte Meiden in de Jungle ging kijken. Maar uiteindelijk heb ik Real Housewives of Amsterdam gekeken. Maar ik wil gewoon ook echt heel graag even Echte Meiden in de Jungle kijken. Dus ik hoop misschien dat ik daar vanavond even tijd voor kan maken. Maar ik wil wel echt heel graag in ieder geval nog 1 video editen vandaag. Dus we moeten maar even kijken hoe de dag loopt. En ik moet natuurlijk nog wandelen. En ik moet ook nog mijn workout doen. Dus eigenlijk moet ik echt nog fucking veel doen vandaag. Ik denk niet dat ik tijd heb om te chillen. Maar ja, ik mag hopen. A girl can dream. Maar ja, mijn video staat voor nu in ieder geval klaar. En met een thumbnail. Dus daar hoef ik me geen zorgen meer over te maken. Die komt ongeveer over een uurtje dan dus online. En dan ga ik nu eerst even 10 paginaatjes lezen. En ik ben aan het twijfelen of ik eerst workout ga doen en daarna ga wandelen. Of dat ik eerst ga wandelen. Ik vind het namelijk ook best wel chill om in het donker te wandelen. Omdat mensen me dan niet kunnen zien. Ik zie er namelijk echt uit als een holbewoner. Anders voel ik me zo aangekeken. Dus ik moet heel even denken hoe ik alles ga doen. En ik heb nog steeds een piep in mijn oor en ik word er helemaal gek van. Oh, ik hoop echt dat hij morgen weg is. Maar ja, we gaan het zien. Anyways, ik ga nu even lekker 10 bladzijden lezen en dit opdrinken. En dan zie ik jullie daarna weer. Groene smoothie. Hoe is die? Hoe is die? Hij is letterlijk gewoon alleen groen door die spinazie. Volgens mij is dit ook niet echt considerend een groene smoothie. Maar we doen gewoon alsof van wel. Want dan voel ik me helemaal healthy. Ik ga stuk, maar het is echt veel, guys. En ik zit best wel vol. En ik moet straks ook nog lunchen. Dus wish me luck. Ik ben zo blij dat ik heel even over mijn luiheid heen ben gestapt. En deze opnieuw heb gemixt. Want oh my god, hij is echt gewoon, nou, 40 keer lekkerder. Ik kreeg het net anders echt niet weg. Die stukken, die blaadjes, dat was echt niet vibes. En nu is het gewoon lekker smooth en egaal en koud. Het is nu ook lekker koud. Net was hij echt zo warm. Ik haat warm smoothies.
Gadverdamme. Maar ja, anyway, ik ga even lezen, want ik moet echt opschieten met mijn leven. Hey girls, het is nu 2:10 en ik denk dat het tijd is voor mij om een workout te doen. Maar ik heb geen zin. Maar ik moet zeg maar nog lunchen. Waar ik ook echt geen zin in heb. Ik zit vol. Ik denk dat ik een cardio workout ga doen. Want ik heb echt geen conditie. En eigenlijk wil ik die wel een beetje opbouwen. Dus ik dacht, laat ik een cardio workout doen. Alleen het irritante is, ik haat cardio. Omdat, like I said, ik heb geen conditie. Dus dat is echt zwaar voor mij. En ik vind het ook gewoon niet zo leuk. Maar ik heb ook geen zin. Dus als je al geen zin hebt en je moet ook nog cardio doen. De pijn. Dat doet echt pijn gewoon. Maar ja, anyway, ik ga het maar wel gewoon doen. Want het moet. Dus ja, ik ga gewoon lekker cardio workout doen van die vrouw die ik zo leuk vind. Want I love her. Het is nu 2:10. Dus dan ben ik rond, ja, 2:15 klaar of zo. En dan wil ik eigenlijk douchen. Maar ja, dan is het alweer. Nou, weet je wat ik doe? Ik doe mijn broodje in de oven terwijl dat ik aan het douchen ben. Zomaar stop mijn camera met filmen omdat mijn SD-kaart vol zit. Maar ik weet nu niet eens meer wat ik ging zeggen. Oh ja, ik ging zeggen, ik ga mijn broodje in de oven doen terwijl ik aan het douchen ben. En als ik dan uit de douche kom, kan ik hem meteen eten. Want anders wordt het echt veel te laat voordat ik eindelijk een keer mijn lunch eet. En ik moet natuurlijk ook nog avond eten. Dus ja. Love my life. Maar ik ga nu beginnen. Ik ga eerst even plassen, want ik moet plassen. En dan zie ik jullie daarna. Ik moet ook echt nog zoveel water drinken, guys. Het is echt niet normaal. Ik ben echt niet lekker bezig vandaag. Het is echt irritant. Ik irriteer me aan mezelf. Maar ja, ik ga nu workout doen. Ah, ik heb zo geen zin. Ja, ik ga het maar doen. Anyways, ik zie jullie zo. Als jullie net dachten dat ik er niet uitzag. Hoi. Wow, ik ben zo slecht hierin. Het is verschrikkelijk. Maar anyways, I did it. En ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. Ik heb echt gezweet. Volgens mij had ik deze hele challenge nog niet zo gezweet als vandaag. Dus dat is wel goed. En ik ga nu dan eventjes mijn broodje in de oven doen. En ondertussen ga ik even snel douchen. Oh. Het is nu 2:15. Dus ik moet wel echt gaan lunchen nu. Want anders heb ik ook echt geen zin in avondeten. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Dus ik. Oh, wow. Ik wil mijn bril opdoen. Terwijl ik heb mijn lens in. What the fuck? Dat was echt heel erg confusing. Kijk hoe rood ik word hier onder mijn ogen. Dat is echt niet normaal. Nou, girls. Ik ben alweer uit de douche. Het is nu 4:15. Ik heb lekker mijn eten. Ik heb weer een proteïnebroodje. Zo'n eiwitrijk broodje van de Albert Heijn. Die je zelf moet afpakken. Eentje met brie en honing. En eentje met gesmolten kaas en jam. Weer gewoon een hele plak kaas. Ah, ik ben moe van de trap. En ik had 4 wortels, maar eentje had ik beneden even al gegeten, zodat dat niet meer nu hoeft, hè. Dus ja, ik ga dit lekker eten. Ik heb er wel echt zin in. En ondertussen ga ik video editen. En dan zie ik jullie lekker als dit op is. Ik weet niet of jullie dit nog willen zien. Lekker, lekker. Yummy, yummy, yummy. Hey girls, het is nu 5:30. De video die ik net heb geëdit was echt super kort. Want hij duurt letterlijk maar 14 minuten. Dus dat betekent dat hij ook best wel snel geëdit was voor mij. En dat is echt super fijn. Dus ja, het is nu 5:30. We gaan over een uurtje eten. Dus ik dacht, ik ga nu gewoon nog even een begin maken aan nog een video om te editen. En dan kan ik na het eten wandelen. En dan heb ik de hele rest van de avond om te chillen. Ik ben zo blij. Oh mijn god. Jullie snappen echt niet hoe blij ik ben. Dus dan kan ik gewoon echt een meisje in de jungle beginnen. En ik heb er zoveel zin in. Echt. Mm. Oh, en ik denk, als ik klaar ben met wandelen, dat ik heel even een pitstop maak bij de Albert Heijn. Want ik had die video geëdit. En daarna had ik het. In die video had ik het over deze praline chocolade. Sinds dat ik dit weer geëdit heb, heb ik er gewoon weer zo fucking veel zin in. En besef als ik gewoon even lekker zo meteen op de bank zit. Ik echt een meid in een jungle ga kijken en ik die chocola heb. Dan is mijn dag gemaakt. Dan is mijn dag echt gemaakt. Ik ga nu eerst nog even die video van de dag daarna editen. Dat is de video van dag 10. En dan is dat echt super chill. Want dan heb ik in ieder geval een beginnetje. Ik denk niet dat ik hem afkrijg binnen een uur. Dat is echt super onrealistisch. Maar dat maakt niet uit. Dan heb ik in ieder geval een begin. Dat scheelt weer. En dan kan ik die misschien morgen afmaken. Dat zou fijn zijn. Ah. Ik heb gewoon vanavond tijd om te chillen. Ik ben daar zo blij mee. Ik heb dat echt nodig.
Oh, ik ben zo blij. Maar ja, anyways, ik ga nog even watertje drinken. Nou, girls, we gaan eten. Ik heb lekker mijn patatties en satésaus met mayo. En ik heb chilisaus, want ik heb ook 2 kaasvleetjes. En ik heb nog dit bordje met sla wat ik moet eten. Ik heb even wat wortels erbij gedaan, want het was niet genoeg. Dus wij gaan nu lekker eten. En ik heb er echt zin in. Slee. Hey, girls, het is ondertussen alweer 7:50. Alleen, ik wilde meteen na het eten eigenlijk gaan wandelen, zodat ik dat lekker gehad had. Maar toen was het aan het regenen. Ik dacht echt, nou, zullen we dat even niet doen? Dus ik ging heel even mijn video afediten. En ik ben echt fucking blij, want hij is nu gewoon af. Dus ik heb voor morgen een video ingepland. En deze moet alleen nog even opslaan. Maar dan heb ik dus voor dinsdag ook al een video ingepland. Dus dan loop ik gewoon eindelijk weer een klein beetje vooruit. En daar ben ik gewoon zo blij mee. Oh, dat scheelt echt een heleboel stress. Maar anyways, ik ga nu dus even wandelen. Want het gaat ook wel weer regenen. Dus ik ga gewoon of net droog blijven of ik word gewoon nat. We gaan het zien. Ik kan er toch niks echt aan veranderen. Ik check namelijk nooit de buienradar. En toen hoorde ik net, toen ik beneden was, dus dat het aan het regenen was. En toen dacht ik, shit, eigenlijk moet ik daar echt naar gaan kijken. Maar ik kijk letterlijk nooit daarna. Echt, ik ga altijd gewoon naar buiten en ik zie wel. Maar ja, dat is echt niet zo slim. Maar nu ga ik er dus snel van tussen. Ik ga even mijn oortjes pakken en ik moet nog heel even snel plassen. Oh, en ik drink heel even mijn water op. Ik moet namelijk nog dit kleine beetje water op. En als ik dan onderweg ook nog eentje opdrink, dan scheelt dat weer een heleboel. Ik ga even plassen, jas aan doen, sjaal omdoen, handschoenen pakken, oortjes pakken, fles bijvullen en dan ga ik lekker lopen. Oh, en deze clip wil even mijn haar halen, want dat is echt zo heel awkward. Niet dat iemand het ziet, want ik heb gewoon mijn capuchon op met een sjaal. Alleen dan is mijn hoofd zeg maar zo hoog. Dan komt mijn capuchon echt tot hier of zo, dus dat is echt verschrikking. Maar ja, anyhow. Pray for me dat ik een beetje droog blijf, want ik heb echt geen zin dat ik dan terugkom dat ik helemaal nat ben. Oh. Hey girls, het is nu 9:50. Ik moet nog een litertje water drinken. Ik ben net terug van lopen. Dus ik neem nu nog een halve liter. En dan ga ik even mijn multivitamine nemen. En dan ga ik daarna naar beneden en dan pak ik een andere halve liter. En dan ga ik mijn proteïne shake dingetje drinken. Want ik ga nu echt een meisje in de jungle kijken. En jullie beseffen echt niet hoe ziek veel zin ik hierin heb. Oh mijn god. Ik heb wel een beetje hoofdpijn. Ik voel me een beetje gekker of zo. Maar gewoon hier ook. Dus ik weet niet. Het is een beetje vervelend, maar anyway, ik heb lekker mijn kaarsjes aangezet. Oh my god. En ik ga gewoon lekker chillen. Nou, oh, ik vind het zo fijn. Het is echt niet normaal. En ik ben naar de appje gegaan om dit te halen. Ik wilde dit zo graag, jongens. Oh my god, jullie beseffen je niet. Zo tante lekker. Maar ja, eerst even water drinken. Een multivitamine nemen. En ja, dan is daarna tijd voor dit. En ik ben zo moe dat ik eigenlijk wil slapen. Maar ik heb nu gewoon eindelijk tijd om te chillen. Dus ik ga het er echt van nemen. Dus ja. Ik heb mijn video, die is lekker aan het inplannen nu. Dus dat is super. Die is aan het uploaden in de YouTube studio. En ja. Ik ga nu echt een meisje in de jungle kijken. Eindelijk. Ik dacht dat er echt nog iets van 8 afleveringen of zo online zouden staan. Maar er staan er pas 3 online eigenlijk. Sorry. Ik dacht echt dat het al superveel was. Dat vind ik echt sad. Maar ja, ik ga nu even lekker kijken. En dan zie ik jullie zo. Ik ga even water drinken en multivitamine nemen. Nou girls, het is nu 9:50. Mijn halve liter water was op. Dus ik heb een nieuwe halve liter gepakt. Ik moet deze nog drinken. Deze moet ik nog drinken. Ik had deze weer lekker in de vries gezet. Want dan vind ik de structuur en de... Ja, gewoon de temperatuur lekkerder. En dan ga ik lekker deze chocola smukkelen. Ik ga dit allemaal even lekker eten en drinken doen. En ik ga even echt een meisje in de jungle verder kijken. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ach, ja. Oh, en trouwens, mijn hele keel is zo dik of zo opgezet. Hoe noem je dat? I don't know. Dus ik denk dat ik iets gegeten heb of zo waar ik allergisch voor ben. Of ik word verkouden of zo. Maar I don't know. Ik denk eerder dat het een allergische reactie is. Maar ik weet niet waarvan. En daardoor voelt het ook heel ruw. Dus dat is echt niet zo fijn. Dus dat is echt irritant. En ik weet niet. Voor mijn gevoel had ik het nog niet voor het avondeten. Maar ik heb nou niet echt iets bijzonders gegeten of zo. Ik zie jullie lekker zo. Oh, ik heb zoveel zin in die chocola. Oh, en ik wilde deze eigenlijk helemaal niet meer. Maar het moet. Anders haal ik mijn doel niet. Dus ik ga deze gewoon lekker nemen. En ik vind hem super lekker. Maar ik heb gewoon meer zin in de chocola.
Hey girls, het is ondertussen 10 voor 11. En ik ga nu lekker naar bed, want ik ben echt super moe. En ik moet morgen weer een beetje op tijd eruit, denk ik. Omdat ik kwark moet eten. Oh my god. Ik heb helemaal geen naturel kwark. Oh my god. En die kwark die ik wel heb, die is maar 24 gram proteïne. Nou ja, maakt niet uit. Anyways. Ja, morgenochtend moet ik vroeg op om kwark te eten. Omdat morgen moet ik om 4 uur de trein ongeveer. Dus dat betekent eigenlijk dat ik al mijn groenten, fruit, eiwitten en workouts gedaan moet hebben. Dus ik moet best wel veel doen morgen. Daarom ben ik ook super blij dat ik zeg maar op zich niet echt hoef te editen. Als ik er tijd voor heb, ga ik het absoluut wel doen. Want het zou wel heel erg fijn zijn. Maar het is dus niet per se echt noodzakelijk. En dan ga ik lekker slapen. Want het is nu dus 10 voor 11. Ik ga gewoon mijn wekker zetten om 8 uur. Ik heb verder alles gehaald vandaag. Dus dat is echt super chill. Dus ja. Dag 12. Is het dag 12 of is het dag 11? Girl, ik ben al die dagen kwijt. Nee, het is wel dag 12. Want ik heb dag 10 nu geëdit. Dus dat, en ik moet dag 11 nog editen. Dus waarschijnlijk is het vandaag dag 12. Oh, slee. Nou, het is dus dag 12. Ja, ik heb het weer gehaald. Jee. Ik ga dus morgen naar Vrouwkje toe. Samen met Kier. En daar heb ik zo fucking veel zin in. En we gaan lekker uit eten bij een Italiaan. En ik heb er echt... er zoveel zin in. Heel erg gezellig. Maar dan moet ik wel gewoon zorgen dat ik alles morgen gedaan heb voordat we afspreken. Want anders dan is het gewoon echt ja, super kut als ik daar zeg maar nog over na moet denken. Maar ja, als jullie dat willen zien, moeten jullie lekker de vlog van morgen kijken. Dit was in ieder geval de video voor vandaag. Ik zie jullie lekker morgen weer hopelijk. En ja, ik ga nu lekker slapen. Als je dit een leuke video vond, doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet om mij te abonneren, want dat zou ik echt mega leuk vinden. En dan zie ik jullie lekker morgen. Bye girls. Ik heb trouwens 2 afleveringen gekeken. En er stonden er 3 online. Dus ik kan nog een derde kijken van de week. Als ik ooit de tijd heb om te kijken. En anders niet. Maar ja. Ik vond het in ieder geval super chill dat ik vandaag gewoon even kon chillen. Ik was er echt aan toe. En het was echt super leuk en chill. Dus ja. Doei girlies.